Ja, en omdat de geluidsproblemen mij dat net belemmerden, herhaal ik nog maar eens ten overvloede dat de post die werd gebruikt in de uitzending van Theo en Thea geen echte post was. Dat was nep post, dus je hoeft niet bang te zijn dat je ansichtkaart of je brief ergens verkreukelt, de bus binnenglijdt. En omdat we al zoveel tijd verloren zijn, gaan we nu heel snel door met Blikskaters. Blikskaters. Hallo, dit is weer Blikskaters. Vandaag krijgen Shabu, Sandra en Pooja van mij dit blik met daarin een opdracht. Ze gaan dan zelf met de camera en de microfoon proberen die opdracht uit te voeren. En aan het eind ga ik een gesprekje met ze voeren over hoe het leven is op de kermis. Zijn jullie Shabu, Pooja en Sandra? Ja. Hier is een blik voor jullie met een opdracht erin. En daar is de camera voor straks en hier de microfoon. Veel succes. Ja, dank je wel. Hé, een brief. Lees hem eens voor. Ga naar een plaats waar mensen lol maken. Draai rondjes in het reuzenrad. Ga griezelen in het spookhuis. Schiet op een pijpje in de schiettent. Hier zijn drie treinkaartjes. Ga me vragen wat je wilt vragen. Wat zou het zijn? De kermis. Dat zie je wel, hè? Dan staat hij op een speciale temperatuur. En dan door de snelheid gaat het dan smelten, hè? En dan door de snelheid gaat hij eruit gooien. Maar meer kan ik niet alle dingen van dat dingetje zeggen, hè? Eet u ook zelf suikerspinnen? Ik eet ze zelfs ook. Ja? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar dat moet wel, hè? Maar anders dan, je moet je eigen product ook eens een keer lussen, hè? Dat is altijd zo. Ja. Vindt u het leuk op de kermis? Ja, hartstikke leuk. Hij smaakt er. Dag meneer. Goeiedag. Hoe heet u? Mijn naam is Douwens. En werkt u hier al heel lang? Of ik hier al heel lang ben? Ik kom hier zo'n beetje 28 jaar. Jezus. In Hilversum dan, hè? Ja. In de winter, dan is er geen kermis meer? Nee. En wat doet u dan? Hoe verdient u geld? Nou, dan, wij moeten in de zomer moeten wij ons geld verdienen voor de winter ook. Want in de winter dan moeten wij onze route weer verzorgen. En tevens de attractie weer helemaal klaarmaken, schilderen, nakijken. Dat die goed veilig is en er netjes uitziet. En wie of wanneer controleert u die attracties? Nou, dat doen wij, hoofdzakelijk doen we dat zelf, want dan gaat ieder najaar gaat hij bij mij weer naar de fabriek. En dan wordt hij helemaal, op lassen wordt hij helemaal gefotografeerd. Alles wordt nagekeken en dan wordt hij weer opnieuw geschilderd. Gaat u altijd met deze groep mee of gaat u ook wel eens alleen ergens naartoe? Het is niet een hele groep, want iedere kermis is afzonderlijk. Er bestaat in Nederland geen hele groep die een vaste kermis vormt. Het is, toevallig gaat deze zaak die gaat naar Harderwijk en de autoscooter. En dat is ook de enige die hier vandaan naar Harderwijk gaan. En dan zwerven ze weer uit over heel Nederland. En heeft u kinderen? Ja, ik heb drie kinderen. Ik heb drie dochters. Twee getrouwd, twee kleinkinderen, een kleinzoon en een kleindochter. En vinden jullie leuk dat u op de kermis bent? Nou, die zijn erop geboren, die weten niet beter. Ze zouden niet anders willen, want ook op de lagere school, misschien nog wel eens van gehoord, er zijn rijdende scholen en die trekken met de kermissen mee. Leuk.
prinses Margriet schoon. Kom op, laten we naar binnen gaan. Kijken wat er allemaal gebeurt. Hallo. Hallo. Kijk, ze kunnen hierheen. Naar deze meester. Ja. Mag u een paar vragen stellen? Aan mij en aan de kinderen natuurlijk, ja. Dat is ook nog veel leuker. Hè? Ja. Als je op de kermis gaat, mag je dan gratis op de dingen? Ja, ik mag overal gratis in. En vind je dat heel leuk? Ja, natuurlijk. En wat vind je het leuk van de kermis? Ik het leukste? De kekerwalk en de breakdance. Wat leren jullie hier allemaal? Oh, rekenen en taal, schrijven, lezen. En soms krijgen we andere dingen mee. En vind je het leuk dat je ouders op de kermis werken? Ja, best wel. Soms is de kermis helemaal niks aan. En soms moet je vader en moeder helpen. Ja, en vind je dat leuk? Nou, best wel. Soms wel eens, soms niet. Ja. Wat doen jullie zo wat in de pauze? Spelen jullie op de kermis? Of doen jullie iets anders? Nou, we doen... op de kermis spelen mag niet, want ik sta in huizen. En de overblijvers die moeten bij school blijven. Dan zijn ze bang dat er wat gebeurt. En spelen of spelletjes doen we. Dus je gaat niet in de pauze even lekker op een ding zitten of in de spookhuis of zo? Nou, het ligt eraan als je nou zeg maar niet overblijft, als je zeg maar op dezelfde plaats staat, dan mag het wel. Maar nou mag het niet. Zeker niet. Ja, oké. Okay. En zitten jullie met dezelfde kinderen op school? Bijvoorbeeld als je in Naal ben je dus in Hilversum, zit je nou met dezelfde kinderen op school? Nou, we zitten wel eigenlijk met dezelfde kinderen op school, maar als we bijvoorbeeld in andere kermissen staan, dan zijn er wel weer eens andere kinderen. Is er nou iemand hier anders bij? Anders bij? Ik bedoel, uit een andere kermis of uit een andere stad? Ja, Sean en Marcel. En zij is uit een andere plaats, Nathalie. En wie is er nog meer uit een andere plaats? Meer niet. Ik ben uit Dapelboom. Louisa is ook... Nee, die staat hier ook in Hilversum. En hebben jullie ook gym? Gym? Ja, 's winters. Als we op een vast terrein in de school staan, wie op een trein staat, dan hebben we gym en dan hebben we zwemmen. En nog meer. Leuk. Ben jij fan van Madonna? Ja. Ja? Dan kan je zien aan je het wie. Ja. Dankjewel, ik vond het heel erg leuk dat jullie om jullie te interviewen. Tot ziens. Bijvoorbeeld naar Amsterdam, Hilversum. En hoe vindt u dat? Vindt u het rommelig? Nee, helemaal niet rommelig. Het is gezellig. Ja. Overal waar we zijn. Maar dan begrijp je wel, want waar kermis is, is plezier. Dus dat is altijd leuk, ja? Kunt u zelf ook goed schieten? Ja, gaat wel. Ja? Maar ik doe niet zoveel meer. Maar ik vind het zelf ook wel leuk. Echt wel leuk om te schieten, ja. Nog één keer? Goed kijken. Goed zo! Eén klein stukje. Nee, hoor. Sorry? Eén klein stukje, maar dat is heel goed. Kijk eens. Alsjeblieft. Dat is leuk, zeg. Wat ben jij toch gek. Zo, hoe was het? Heel leuk. Ja? Ja. En was de camera zwaar? Nou, ja, soms wel, maar soms ook niet. Nee? Nee.
En wist je wel vragen te bedenken? Ja hoor, ja. Het ging gewoon vanzelf. We dachten eerst dat we geen vragen konden bedenken, maar dat ging gewoon vanzelf. Oh, mooi. En zou je op de kermis willen werken? Nou, ja, eigenlijk dus niet, want ik vind het hartstikke leuk dat ik, ja, je mag lekker altijd ergens laten zien of zo. Maar ja, je kan niet dus, je kan niet gewoon naar tentoonstelling gaan of zo, als er dus ergens tentoonstelling is. Maar toen, want het gaat steeds van de ene stad naar de andere stad. Je moet heel veel werken. Ja. En gaan die kinderen wel naar school? Ja, die gaan naar school, naar kermisschool. Een kermisschool? Ja. Wat leer je er dan? Nou, van, gewoon, je leert er wat je dan op een andere school leert. Van werk leren. Is het wel een leuke school? Ja hoor, het is wel een leuke school. Alleen een beetje krap, maar niet te krap voor de kinderen. Hoe bedoel je krap? Klein? Ja, klein. Kleine school? Ja. Oké, dat was het jongens. Hartstikke bedankt. Ja, en ook voor het camerawerk. Dag. Mensen hier van Beuningen Korps, Rijkspolitie te velde. Een paar dingetjes even onthouden mensen en goed onthouden, want ik zeg ze maar één keer. Eerst de Charlie Brown en Snoopy Show en daarna de mus met de lange poten. Is dat begrepen mensen? Want anders zeg ik het gewoon nog een keer. Eerst de Charlie Brown en Snoopy Show dus en daarna de mus met de lange poten. Maar dus nu eerst dus de Charlie Brown en Snoopy Show. Oké, mensen, tot later.